allemaal en welkom bij een nieuwe vlog van Echt Alanya. Vandaag zijn we in het stadshart van Amstelveen. Waarom? Dat ga ik nu zeggen. Kennen jullie Studio Petzal? Nee? Dat zal ik nu zeggen wat het is. Dat zijn eigenlijk allemaal leuke tasjes en knuffels en nog veel meer spullen. Met hele schattige vliegenfoto's. Eerst verkochten ze die altijd online, maar nu niet meer. Nu verkopen ze eigenlijk gewoon bij een winkel. Ze hebben namelijk een nieuwe winkel geopend. Super cool toch? En daar ga ik dus vandaag heen. En ik heb net een VIP-pas gekregen. Dus ik ben nu een very important person. En ik heb ook een muntje gekregen. Nee, maar ik kan niet dat muntje in de machine stoppen. En dan moet ik een paar keer draaien. En ik krijg zo'n bol. Maar de prijs is in. Echt heel erg leuk. Ik laat jullie niet langer wachten, dus kom maar mee. Nou, die zit goed vast. Yes! Oeh, het is een beetje zwaar. Ik sta nu hier in de turquoise, roze en gele hoek. Samen met Linde, de projectmanager van Studio Pets. Ja, welkom in onze ontzettend mooie nieuwe winkel. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. Heeft u altijd al een winkel voor ons? Ja, echt. Dat wil ik heel erg graag. We bestaan al 15 jaar. En wat we voorheen deden was eigenlijk gewoon foto's maken van alle beestjes. Zoals je ziet, van de kleine puppies en van de kleine kittens. Die komen dan naar ons kantoor toe, naar de studio. En dan maakt Mirna, die is de fotograaf en bedenkster van dit bedrijf. Zij maakt dan mooie foto's. En met die foto's maken we hele mooie producten. En tot nu toe hadden we eigenlijk altijd een online winkel. Maar we wilden heel graag ook een winkel. En lange tijd was het altijd een beetje afwachten, kunnen we het wel. En nu kunnen we het eindelijk. Dus vandaag de eerste dag open. Ja, die ben ik ook heel blij mee. Dat uiteindelijk een winkel is. Ja. Super leuke spullen. Ja, vind je het een beetje leuk? Ja, we zijn ook heel erg blij mee. We waren wel een beetje zenuwachtig, maar... Maar ken je het merk al? Ja, ik ken het merk al. Ik heb er zelfs al een paar tasjes en zo. Oh, joh. Oh, hartstikke leuk. Nou, en wat vind je ervan? Dat helemaal zo geel roze is? Ja, ik vind het een hele leuke kleurcombinatie. En als je zou moeten kiezen tussen al deze super coole en gaaf en ook heel schattige spullen. Welke zou dan uw favoriet zijn en welke is uw favoriet? Eens even kijken. Nou, wat ik het allerleukst vind is eigenlijk onze knuffelbeestjes. Ik heb er toevallig eentje in mijn hand. Kijk, hier hebben we dan een foto van gemaakt van dit beestje. Deze noemen we Spot. En die komt dus compleet met koffertje. Oh, met een cameraatje. Met een cameraatje. Kijk, onze ontzettende leuke plush. En elke knuffeldiertje die komt met zijn eigen paspoortje, zodat hij ook mee kan op vakantie en of bij iemand logeren. En zo hebben we heel veel verschillende knuffeldiertjes. Die staan allemaal, kun je zo meteen even kijken, daar allemaal aan die zijde, aan de muur. In allerlei verschillende. Ik vind deze heel erg schattig, vanwege het cameraatje. Dit is uw favoriete foto, maar ook Ja,
Ja, voor mij wel. Maar wat ook heel erg leuk is, dat kan ik zo meteen laten zien, is de cookie. Dat is die krullerige knuffel. Die vinden we ook heel erg leuk. We hebben ook hele leuke tassen. En allemaal rugtassen. Want wat ik al zei, elk diertje komt dus met zijn eigen koffertje. En het eigen accessoire. En een leuk paspoortje. Maar we hebben inderdaad ook allemaal losse accessoires. Zoals verschillende tribes en t-shirtjes. En riempjes. En leuke... Ja, dus dan kan je zo een beetje zelf je eigen knuffel maken en helemaal zelf samenstellen. En dan natuurlijk in grote mate, maar we hebben ze ook in kleine maatjes. En dit zijn de knuffeltjes die zonder knuffeltjes komen, maar die hebben ook eigen riempjes. Kom maar hoor. Is zo? Ik heb eigenlijk alle eigen kiezen aan branden. Ja, nou. Ik moet zeggen, ik ben ook echt wel dol op ze aan branden. Is er eentje die jij van haar leuk vindt? Het is echt heel lastig kiezen. Ja, die is leuk, hè? Ja. Nou, vind je nog meer vragen? Nee, ja. Leuk. Dank je wel. Ja, nou jij bedankt. Ik sta nu in de turquoise hoek. En het is, zoals je ziet, is het niet alleen maar knuffels en zo. Nee, het zijn ook zeemokken, dakboeken, schoolspullen, sleutelhangers en nog veel meer. Ja. Hier zien we eigenlijk al die koffertjes met de paspoortjes en de heel erg schattige diertjes. En hier zien we de gele zonnekoffer. En hier zijn de kleine zonnekoffer. En heel schattig. Ik heb nu een hele leuke foto gemaakt. En deze machine die blijft hier gewoon lekker staan. Dus als jij hier een foto wil maken, kan dat altijd. Ik heb ook iets echt super schattigs gekocht. Namelijk een tas met een heel schattig kastje. En daarin zit nog een tas. Maar die is klein. Zo schattig. En kijk, ze hebben ook nog eens hele leuke tasjes waar je spullen in kunnen. Zo leuk. Dit was dan een nieuwe vlog voor Echt Alhambra op de meest schattige locatie ever, Studio Pets. En vond je het filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En wil je niks missen? Klik dan op het belletje. Doei!